harte welkom, beste medewerker, bij deze alternatieve State of the Company van C&H Industrial Belgium in V in Antwerpen. Kurt, kan jij misschien even toelichten waarom er geen traditionele State of the Company is? Allereerst, goeiedag iedereen. Inderdaad, vorig jaar hadden we afgesproken om 4 keer een State of the Company te doen. Die is belangrijk. Belangrijk om informatie te delen met onze medewerkers over het bedrijf en over de gang van zaken. In maart hebben we een filmpje gemaakt over de coronamaatregelen. Dit vonden verschillende mensen een heel goed en positief communicatiemiddel. Nog steeds is het niet mogelijk om grote groepen vandaag de dag samen te brengen, omwille van corona. Daarom gaan we terug over naar een filmpje en waarschijnlijk ook de volgende edities gaan we verder met een filmpje. En hoe voel jij jou er zelf bij dat er nu deze alternatieve State of the Company is? Inderdaad, ik vind het heel jammer, want het is belangrijk om die interactie met de mensen te hebben. Het is fijn om in de zaal rond te lopen tussen de medewerkers en vragen te kunnen beantwoorden. We gaan er echter wel op inspelen. Jullie kunnen jullie vragen insturen via jullie supervisor en deze zullen in een volgend filmpje dan behandeld worden. Echter, een voordeel van het huidige concept is dat we ook collega's aan het woord kunnen laten. En dat we projecten van op de vloer kunnen laten zien van hoe het fabriek evolueert. Je vertelde zo net, Kurt, dat er nu meer mensen aan bod zullen komen in het filmpje, maar je maakt me een klein beetje benieuwd. Gaat het echt om veel meer mensen? Ik ga nog niet alles verklappen, maar blijf zeker tot het einde kijken. Het is en zal de moeite zijn. Inhoudelijk, Kurt, gaan jullie wel vasthouden aan de 5 gekende thema's, denk ik? Inderdaad, we gaan vasthouden aan het vertrouwde concept. En dit zijn onze vaste 5 thema's, zijnde medewerkers, veiligheid, kwaliteit, volumes en ten laatste de investeringen. Dankwaard. Eerst en vooral welkom hier in Antwerpen, want jij bent nieuw in de rol van HR manager. Wat is jouw eerste indruk? Dankjewel. Nee, dat klopt. Ik ben inderdaad recent ingestapt binnen de fabriek. Nu, ik moet zeggen, ik ben eigenlijk heel erg onder de indruk. Het zijn super interessante en mooie producten. Nu, het meeste kijk ik natuurlijk uit naar de samenwerking met deze grote groep medewerkers. En ik hoop mijn steentje bij te dragen om de fabriek vooruit te helpen, op het vlak van kwaliteit bijvoorbeeld. Maar over het algemeen een heel sterke eerste indruk. Wat zie je voor jezelf als de belangrijkste uitdagingen? Nu, het is natuurlijk een moeilijke periode om in te stappen. Het is ook geen normale periode. Nu, het is wel dankzij de inspanning van iedereen hier aanwezig op de vloer bij het toepassen van de maatregelen en zo verder dat we iedereen veilig hebben kunnen houden. En ik wil iedereen daar dan ook expliciet voor bedanken. Het is echt dankzij een gezamenlijke inspanning dat we hier vandaag kunnen staan. Nu, jammer genoeg zijn we er nog niet. Het is nog niet voorbij. Dus als grootste uitdaging in de komende maanden zie ik nog absoluut de nood aan verdere inspanningen op het vlak van corona om de komende maanden de veiligheid van iedereen te garanderen. Algemeen, in de economie zien we momenteel een slechte trend. Zal dat ook gevolgen hebben voor Antwerpen? Nu, we kunnen natuurlijk niet heel ver vooruitkijken, maar momenteel is het niet zo dat onze productie daalt. Het is zelfs zo dat we een productiestijging kennen. Dus in de komende maanden zoeken een heel aantal medewerkers om tegemoet te komen aan deze verhoogde vraag. En we gaan dus ook de komende maanden nog een inspanning moeten leveren om deze productie te halen. HR draait om mensen en om medewerkers. En ik heb hier een medewerker naast mij, Mohamed. Jij werkt in de afdeling APH. Wat is er voor jou veranderd in jouw job sinds corona? Ja, mijn werkplaats is het enige wat er bijna veranderd is. Dat je alles moet ontsmetten en dat je een mondmasker moet dragen. En na je shift dat je ook gewoon alles ontsmet voor de volgende collega die erbij komt staan. En dat was het ongeveer. Dus niet veel eigenlijk. Het is gewoon ontsmetten van de materiaal en hetgeen wat je gebruikt voor te werken. Eind maart, begin april was de fabriek een tijdje gesloten en waren jullie met z'n allen enkele weken thuis. Hoe is het om dan nu collega's terug te zien en terug te kunnen samenwerken? Ja, het is een kleine verandering qua een goede morgen en een goede middag te zeggen tegen die collega's. En dat je dan geen hand geeft. En dat was het enige dat verschilt. Maar normaal gezien mag je er geen verschil tussen je collega's. Dat je plezier hebt op werk en je doet je werk. En dat was het. En de afstand tussen de collega's, dat moeten we zeker behouden. Dank u wel. Kurt, even terug naar jou. Hoe zat het de voorbije maanden met de veiligheid in de fabriek? Veiligheid is een prioriteit. Elk ongeval is er eentje te veel. Het positieve is dat de trend op de goede weg zit vergeleken met de laatste jaren.
Er is echter ook nog een hele weg te gaan om eens in de top te werken. We zien het voornamelijk assemblage de grootste aandacht verdient. Hier zijn verschillende redenen voor. De aard van de activiteit, vele en zware en moeilijk hanteerbare onderdelen gekoppeld aan een drukkere omgeving zijn een voortdurende uitdaging. En dit zowel voor de medewerker als de leidinggevende. Enerzijds blijven dan ook focus zetten op verdere investeringsmiddelen om de omstandigheden te optimaliseren. Kunnen medewerkers daarbij helpen, Kurt? Natuurlijk. Veilig werken blijft de primaire methodiek. Elkaar aanspreken bij onveilig gedrag is daarbij de sleutel. Ook ik zou willen dat mensen me aanspreken als ik een onveilige handeling zou doen. Misschien ook nog een andere factor. We zitten volop in een fase dat we nieuwe medewerkers aanwerven. Het onthaal en de opleiding van deze collega's zijn heel belangrijk, waarbij één ieder kan helpen. Juist in die eerste weken, zelfs maanden na de intro, zijn ze extra kwetsbaar. De juiste werkwijze aanleren is cruciaal hier. En dat geldt dus in alle afdelingen. En gebeurt dat vaak? Komen er vaak verbetervoorstellen van medewerkers? Zeer zeker. Veel mensen doen ook zelf voorstellen. Laat ons een van deze acties kort bekijken. Fabrice, jouw job is effectief veiliger dan een maand geleden. Je hebt ook zelf meegeholpen aan die verbetering. Vertel eens, wat was er eerst onveilig en is nu toch een stuk beter? Vroeger bij werkzaamheden aan de trompetten moesten we gebruik maken van een zwaar koper toestel. Nu met die toestelling gaat het vlot zonder risico om op onze vingers te kloppen. Dus op een veel veiligere manier. Wat mij veel prettiger lijkt. Koen, jij hebt een goede kijk op de kwaliteit van de drivelines. Hè? Gaat het de goede richting uit? Ja, eigenlijk wel. Als we kijken naar de tractoren die in dienst genomen zijn en dan naar de klachten in het eerste half jaar, zien we daar een verbeterde trend van wel 50% ten opzichte van 3 jaar geleden. Van driveline tot tractor, daar gaat heel wat tijd over. Bestaat er dan toch een manier om vandaag al te meten of die tractor binnen een jaar ook effectief een goede kwaliteit heeft? Ja, hiervoor meten we onze first time quality. Dat is eigenlijk de driveline wordt gecontroleerd op het einde van de lijn. En dan kijken we of dat die volledig in orde is. Dit getal geeft aan hoe compleet het is. Want elke repairactiviteit levert weer een risico in. Geeft een risico voor slechte kwaliteit aan ons eindproduct. En wat als die first time quality niet goed blijkt te zijn? Wat moet er dan gebeuren? Hiervoor hebben we nou een nieuwe werkwijze waarbij we direct kunnen anticiperen op de defecten die we meten. En kunnen binnen enkele uren een actie treffen om de defect te voorkomen. Ondanks het moeilijke jaar staan er de komende tijd toch heel wat mooie projecten op de planning. En er zijn ook best een aantal mooie investeringen gebeurd het voorbije jaar. Eén daarvan was de aankoop van de inductieharder hier achter ons. Luc, jij bent deze machine in Roemenië zelf gaan bekijken bij de leverancier. Hoe was dat voor jou? Dat was in januari. Het was toen serieus koud, min 10 graden. Maar ik was eigenlijk wel onder de indruk hoe ver men toen al stond in de opbouw van die machine. Er waren nog wel een paar aanpassingen nodig. En daar ben ik heel blij mee dat die ook uitgevoerd zijn of in uitvoering zijn. En hoe is het nu die nieuwe machine er is? Het is een heel ander concept natuurlijk. Vroeger was alles laden met de hand. Nu is het met een robot, wat een enorme productiecapaciteit verhoging heeft. Er zit ook een geïntegreerd kwaliteitssysteem op. Dat wil zeggen dat de machine meet alle parameters na. Dat alles oké is. Plus er wordt automatisch gescand. Linkse shaft, rechtse shaft. Welke datum, alles oké. Dus kwaliteitsgewijs is het ook een verbetering. Het klinkt inderdaad als een hele verbetering. Dankjewel voor je uitleg. Miranda, jij staat te popelen om een van die nieuwe projecten die nog op de planning staan op te starten hier in logistiek. Maar vertel misschien eerst eens wat er nu een beetje spaak loopt. Momenteel hebben wij een systeem, dus dat het bakje leeg is, moeten de mensen van de lijnkaart posten en wordt die opgehaald. Maar door het huidige Kanban-systeem loopt er heel veel mis dat er lijnkaarten verloren gaan
en zodat ze verloren gaan, dat wij niet kunnen opvolgen wat er juist tekort komt aan de lijn. En zo draaien wij veel missing parts. En hoe gaan jullie dat probleem dan oplossen? Half oktober gaan wij starten met een e-kanban, met een nieuw systeem. De e-kanban gaat ervoor zorgen dat wij niet steeds moeten zoeken als waar onze stukken zijn. Nu bevinden onze stukken regelmatig in de overstok, de decanting en in de supermarkt. Via de e-kanban kunnen we met de pc, via het scherm UCA, alles opzoeken. Ook worden de bakjes allemaal voorzien met een scanlabel en deze zal men moeten scannen aan de lijn. Met e-kanban gaat men alles veel beter kunnen opvolgen, ook voor de dringende parts. Dat klinkt heel veelbelovend. Misschien kunnen we in het volgende filmpje van de State of the Company het resultaat zien. Dankjewel. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze alternatieve State of the Company, waarbij toch heel wat positieve zaken te zien waren. Kurt, misschien tot slot nog één vraag. Hoe zie jij de komende maanden? Eerst en vooral is het belangrijk dat we met z'n allen veilig en gezond blijven. Zeker in deze coronatijden. We zijn op een aantal scenario's hiervoor bereid. Toch zullen de volgende maanden zeker boeiend en uitdagend zijn. Er is dus corona, maar ook de veiligheid. Maar daarnaast hebben we ook de volumestijgingen, de verdere focus op kwaliteit en ook zeker de focus op onze bedrijfskosten. Laat me echter ook nog expliciet onze sociale partners bedanken voor de constructieve samenwerking. We hebben elkaar nodig om ons fabriek sterker te maken en te verbeteren. In november zijn er de sociale verkiezingen. Ik wens alvast al de kandidaten reeds heel veel succes. Bedankt aan iedereen en ik kijk er naar uit naar de volgende State of the Company.